Ja, we praten verder met Rick Daams, die is komen aanschuiven. Dag, meneer Daams. Ja. Goedendag. Drie Vlaamse bedrijven zouden zonder passende vergunning chemische producten hebben uitgevoerd naar Syrië, ook naar Libanon eigenlijk, niet te vergeten. Ja, een van die producten zou kunnen gebruikt worden om sarin-gas te maken. Wat is voor u het ergste? Dat er geen vergunning is aangevraagd of het gaat om de export van chemische producten naar een land in oorlog? Wel, wat het ergste is in ieder geval, dat is dat voor mij het niet kan dat je een product naar een land in oorlog stuurt, waar bovendien een verbod op van kracht is, dat mogelijk kan gebruikt worden. Voor dat saringas, waar dat we toch gezien hebben, het zelfs gebruikt is geweest in Syrië, waar mensen gewoon vermoord zijn op een verschrikkelijke manier. Dus wanneer dit soort chemisch product daar al gewoon niet geraakt, ja, dan zou het probleem zich bij wijze van spreken, althans wat het maken van dat gifgas betreft, zich niet stellen. Dus het ergste is gewoon, hoe kan je vermijden dat dat er niet raakt? Ja, en u zei het, er is een exportverbod, er zou überhaupt nooit een vergunning toegewezen zijn. Wel, wat ongelooflijk is, dat is dat sinds 2013, 5 jaar geleden, hebben de Verenigde Naties gezegd, kijk, deze chemische stof, isopropanol heet die dan, waar je dan dat saringas kan mee maken, dat kan je niet meer uitvoeren naar Syrië, tenzij dat je een voorafgaande machtiging hebt, waar duidelijk uit blijkt dat er zich geen probleem zou stellen. Dat is wat die bedrijven natuurlijk wel zeggen. Hè? Het gaat naar de verfindustrie, wij doen al 10 jaar handel met maar die mensen. Maar wat er dan gebeurt, is als dat product dat op die lijst staat, daar moeten we in Vlaanderen voorafgaand een vergunning voor geven om het toch te mogen uitvoeren na grondig onderzoek. Alleen is het de douane die moet aangeven aan onze Vlaamse strategische dienst van hey, bekijk dat eens even, zij moeten die uitvoer stoppen. Dan gaat dat naar onze diensten die het bekijken en die ja of nee zeggen. Alleen van de douane is het nooit tot bij ons geraakt. En de douane, ondanks het verbod, heeft tussen 14 en 16 24 van die zendingen laten buiten gaan. Ja, dat moeten we misschien inderdaad nog eens duiden, hè, waarom dit hier in het Vlaams parlement aan bod moet komen. Want ik hoor de kijker denken, douane, dat is toch federale materie. Waarom stelt hoe zit het in elkaar? Vraag? Ja, heel eenvoudig. Alles wat uitgevoerd wordt, gebeurt natuurlijk via de douane. De douane heeft een lijst waar producten op staan die al dan niet mogen uitgevoerd worden. Wanneer daar een product bij is dat niet mag uitgevoerd worden of waar een speciale vergunning voor nodig is, dan moet dat naar de Vlaamse strategische dienst gaan, dat is dus Vlaams, die dat bekijkt en die dan zegt, ja, voor ons kan dat niet. Wat hier gebeurd is gedurende meer dan 2 jaar, 24 zendingen, 168 ton van dat goedje, is gewoon buiten gegaan en die douane heeft op geen enkel ogenblik onze Vlaamse diensten daarvan verwittigd. En mijn punt is nu, één, daar kunnen wij niet aan doen hier, maar zouden we misschien eens niet kunnen nadenken hoe we in de toekomst dat kunnen vermijden? Want zelfs al is het de fout van iemand anders... Ja, die communicatielijn moet beter Communicatie is nogal kort door de bocht of net iets te flauw, vind ik zelf. Hoe kunnen we nu maken dat er vanuit Vlaanderen dit soort producten niet meer naar ginder gaan en misbruikt zouden kunnen worden? En dat moeten we structureel bekijken. Dus het is niet voldoende voor mij om te zeggen, ja, het was onze schuld niet. En dat is ook zo. Dan heb ik zoiets van, kunnen we niet proberen proactief te zijn om het toch te vermijden? Ja, u spreekt in de voorwaardelijke wijze natuurlijk, want dit moet nog voor de correctionele rechtbank passeren. Hè. Het verhaal is ondertussen buitenlandse media gehaald. Dit schetst geen fraai beeld natuurlijk van het Vlaamse bedrijfsleven. Dat is heel vervelend, hè? Want uiteindelijk het is altijd zo. Het is omdat er iemand is of ene is, een ene rotte appel in de mand, dat het beeld is dat men allemaal rot zou zijn, wat helemaal niet is. Want onze Vlaamse diensten werken in principe zeer goed. Dat was trouwens een beginvraag natuurlijk. Hè? Ja. Waar ligt de fout, Vlaanderen of en daar heeft minister-president ook duidelijk op geantwoord. Zelfs in 2016 heeft hij een vergelijkbare vergunning, waar het bedrijf zelf de aanvraag heeft gedaan, ook geweigerd. Dus als we gevat zijn, dan doen we wel degelijk onze job. En dus ik heb er natuurlijk helemaal een probleem mee dat gans ons land, gans Vlaanderen, een verkeerd beeld zou geven naar de buitenwereld toe, omwille van de fouten die door anderen zijn gebeurd. Het wezen het bedrijf, het wezen de douane, het is aan de rechtbank om dat uit te maken. Maar dat er fouten zijn gebeurd, dat is toch wel duidelijk. Op die containers staat die naam van dat product. Die douane heeft stalen genomen van dat product. We spreken over 2014, 2015, 2016. En dit in 2013 is het verboden. En u zei toen Frankrijk gewaarschuwd had, let op, Syrië wil importeren. Ja, dat is nog het strafste. In 2014 is er een officiële waarschuwing publiek gemaakt door Frankrijk. Zeggen, let op, want Syrië probeert dat goedje te krijgen. En toch voeren wij het uit. Vervelend moment natuurlijk, want de internationale politiek buigt zich op dit moment over die vermeende gifgasaanval in de Syrische stad Douma, met het gekende Amerikaanse antwoord tot gevolg. Dit is absoluut geen reclame voor het
ja, het Vlaamse bedrijfsleven. Hè? Maar kijk, we gaan eerst moeten zien waar de fouten liggen. Twee, het is ook helemaal niet zeker dat dit product daarvoor gebruikt is, maar ik ben wel heel eerlijk. Ik word er bij wijze van spreken echt ellendig van de idee alleen dat het zou kunnen geweest zijn. Want er zijn nu eenmaal heel veel slechte mensen in de wereld en je voert het uit om verf te maken. En ik twijfel er niet aan dat het Vlaamse bedrijf dat ook daarvoor heeft uitgevoerd. Maar verdomme, er zijn inderdaad zoveel hele slechte mensen die dat dan toch wel durven misbruiken. Krijgt ja, het gevolgen in commissiewerk nog hier in Nederland? Absoluut. Hè, wat wij nu hebben gezien is, kijk, zelfs al is het ab initio van in het begin niet echt aan ons, toch vind ik dat we als Vlaanderen een stuk verantwoordelijkheid moeten nemen om te zien hoe we dat in de toekomst kunnen vermijden. Want dit gaat niet over dit ene product. Maar god, hoeveel anderen zijn er misschien die op dezelfde manier door de mazen van het net zijn geglipt? Dat kan toch niet? Maar goed, dat gaat u opvolgen in dit parlement. Bedankt voor dit interview. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Volgende zaterdag vanaf 6 uur zenden we een samenvatting uit van de andere vragen die hier in de loop van de namiddag zijn gesteld. Een vraag onder meer over de Vlaamse zakenclub De Warande in Brussel en de manier waarop die gefinancierd wordt. Tot dan.